Wat je nu gaat zien, dat is stom. Goedemorgen mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik start de dag vandaag vanuit de buitendouche. Waarom? Nou, ik moest douchen, want we gaan weer naar een ander villaatje toe. Ja, ik vind het toch wel echt sick hoe je gewoon hier kan douchen. Ik dacht gisteren van, oh my god, als ik hier moet gaan douchen, dan zijn er superveel mensen die naar me kijken. Maar ze hebben het best wel goed afgeschermd. Het enige is daar, maar daar is überhaupt niet. Eigenlijk aan die kant is Isha. Isha die is nu al weg, want die is terug naar Kuta, als ik het goed heb, ja toch? Ja, ze is naar Canggu gegaan. Wij gaan nog een dagje slapen in Ubud. We gaan straks dus naar een andere villa toe. Ik moet even gaan douchen. Ik heb wel heerlijk geslapen. Ik heb vandaag echt om 12 uur geslapen. En dat was super nice, want ik slaap echt door de jetlag die ik op dit moment nu heb, slaap ik echt slecht. Maar vandaag was het top, dus I'm gonna take a shower. Oeh, lekker warm dan. Ja, zo ga je in één keer van binnen douchen naar buiten douchen. Oké, mensen, we zijn aangekomen in de nieuwe villa. Nou, ik denk echt dat we in de hemel zijn beland. We zijn net aangekomen en onze koffers zijn getild naar onze kamer. Maar waar wij nu zijn is zo ontiegelijk mooi. Als je bijvoorbeeld voor je kijkt hier, heb je zo'n paadje waar je op moet gaan lopen. Straks is het nog het koelste stukje van alles. Want er zit gewoon echt letterlijk water tussen. Oh mijn god, het is gewoon midden in de jungle. En we hebben een uitzicht. Kan je u tegen zeggen, joh. Maar echt. Zo, wij dachten van, oh mijn god, is dat ons huisje? En dan moest je hier overheen lopen. Dat is gewoon de ingang. Kom je ook, hoor? Niet in het water vallen. Als je dit zo omhoog loopt, dan zie je dit. In 3, 2, 1. Dit is ongelooflijk. Dit is zo mooi. Misschien op beeld is het niet eens zo prachtig. Maar dit is echt. Het is mooi. Het is echt adembenemend, inderdaad. Ja. Je zit gewoon midden in de jungle, gek. Het is nu niet zo zonnig als voorheen. Daar zijn een paar wolkjes. Maar dit is tof, joh. Heb je daar een infinity pool? Sowieso wat Carla daar een foto. 100%. Misschien heb ik hem daar wel geboekt. Oh, daarom maar je mee. Nou, we gaan naar onze kamer. Aan jou de eer. Wat je nu gaat zien, dat is top. Kom hier binnen, heb hier je bedje en je kan 's ochtends wakker worden, de deuren opengooien en dan gewoon naar buiten kijken. Oh joh, super sick. In de vorige villa hadden we ook een buitendouche, maar dit en skablam. Wat? Boemboeklet. En dan kan je hier zo open schuiven. En heb hier een bad. Je hebt een bad buiten. Ook een wc'tje. Ook weer een regendouche. Ik hoor vanavond gaan we hierin. Oh ja. En we hebben een eigen waterval. Oh ja, doe hem aan. Doe hem aan. Oh, daar komt het water. Even opwarmen. Oh. Dit is zo ziek. Vanavond lekker in bad dus. Volgens mij hebben we ook een welkomstbriefje gekregen. Ook echt zo met een grasprietje vastgezet. Oh my god, dat is te cute. Dat is te cute. Je naam staat erop. Dear Papak. Warmest greeting from Adiwana Dara Ayavilas. We would first like to take this opportunity to express our appreciation for your ongoing support and faith in our product. Over dat ze hier bezig zijn. Ja, nou beneden hier dus, beneden bij de rijstvelden, zijn ze bezig met een paar renovaties. En ja, hij zei van, als je een beetje geboren wordt, whatever, is het dat. Maar tot nu toe heb ik letterlijk niks gehoord. En hij zou van beneden. Insecten, maar dat hoort er gewoon. Ja, dat is de jungle. We komen uit de jungle. Maar je hoort echt niks van de mensen die beneden bouwen. Nee, helemaal niks. Zo, ik was hier aan het editen en opeens hoor ik keiharde regen. Zo. Is niet. Oké, hoor. Het is nog steeds warm. Oh, dit is wel lekker hoor. Nou, ik wou net gaan zwemmen, maar laat maar. Oké, ik heb net even lekker geëdit. Even lekker hier op het bed gelegen. Even een beetje gechilled. De render staat hier aan. Ja, het is ook even nodig om gewoon op vakantie te werken. Vooral als je elke dag aan het vloggen bent natuurlijk. Carla die wou naar Ubud, want ze wil naar een cafeetje. Gaan we daar ook naartoe? Ja, leercafé. Ja? Het is geen café als in een kroeg, maar het is restaurant. Oh, nee. Wat hebben ze allemaal daar wat je kan eten? Je hebt echt van alle landen en continenten heb je gerechten. Dus je kan pizza's, pasta's, maar ook gewoon eten van de
hier. Mm-hmm. En ze hebben heel veel vegan. Dus dat is heel makkelijk voor mij. Dan kan ik gewoon daar alles eten. En dan hoef jij niet per se vegan te eten. Nice. Kijk, nice. We gaan even kijken of we een scootertje kunnen regelen. En dan gaan we lekker daar naartoe, naar Ubud. Oh man, we zijn aangekomen bij het restaurantje waar Carla naartoe wil gaan. En het is best wel chic. Maar toch wel een beetje dat stukje van Bali dat, ja, we moeten op de grond zitten. Precies dat. En we hebben gewoon onze schoenen moeten inleveren. Dat is wel, ja, is dat cultuur hier of? Ja. Je ziet ook dat als ze dan tempels ingaan en zo, dan doen ze altijd de schoenen uit. Altijd als ze naar binnen gaan, doen ze hun schoenen uit. Weet je nog gisteren bij een marktje dat je iemands winkel inging? Oh ja. Er staan allemaal slippers voor. Ik ben echt, dat was echt het stomste wat ik ooit heb gedaan. Ik zag dus mooi, hele mooie kettingen. Ik heb namelijk nu zo'n een zilveren ketting. Ik wil een nieuwe. En ik liep dat winkeltje binnen en Carla zegt, zak, je schoenen. Ik zeg, schoenen wat? Je moet je schoenen uitdoen. Oh. Er stond een hele verzameling van schoenen stonden daar. Dus jij dacht waarschijnlijk van, oh, die slipper verkopen ze hier. Ja, ik zag slippers daar. Ik denk, oh, ik zal wel, ik loop wel even, ik wil gewoon even kijken. Maar ja, dat was dus niet zo slim om te doen. Maar gelukkig werden ze niet boos. Want die mensen hier zijn zo respectvol, dat is echt niet normaal. Ja. Nou, we gaan even wat bestellen. We zijn dus nu bij Clear Café. Oeh, het eten is gekomen. Oeh, nachos. Was dit? Wat was dit? Dat is tofu. Dat is tofu. En dit is tempeh. Dit is een currysoepje. Zeker voor jou, want ik hou niet van currysoepjes. Oké, ga maar legen. Ga maar eten. Go eat. Carla heeft het een beetje gemurderd. De nachos zijn opgegaan. Die waren ook heel lekker. Die waren echt heel lekker. Ik zit nu ook wel echt goed vol. Ja, ik dus ook een beetje. Je hebt echt respect voor de mensen die tofu eten en zo. Maar ik vind dat gewoon de textuur, zei Carla net ook al. Het is een beetje sponsachtig en ik vind dat gewoon niet echt lekker. Voor mij maar gewoon echte chicken. Daarom heb ik in ieder geval niet zoveel gegeten ervan. Sorry Car, want jij wou heel graag hier naartoe. Nee, echt. Ik vond het zo bezwaard als je dan iemand meeneemt naar een plekje en dan denk je van, ja, het is echt lekker. En dan, ik vond het ook echt tegenvallen. Echt? Want jij was al hier al een keertje geweest. Dus ja, ik heb hier voor vakantie 5 keer per week gegeten. Maar was het toen wel lekker? Ik vond het toen heel lekker. Die nachos die waren lekker. Maar nu het toetje. We hebben de scooterrit overleefd. Nu zijn we even een lekker badje aan het klaarmaken. Dit is toch nice dat je zo in het open gewoon lekker in bad kan. Wauw. Ik weet niet. Weet je wat het is? Gewoon, ik heb dit nooit zo gehad. Even lekker gechilled. Even gewoon tot mezelf komen in een ander land. Ik ben altijd aan het werk voor de mensen. Ook mijn vrienden en zo, die weten dat ik altijd super hard aan het werk ben. Dat ik het wel leuk vind sowieso, maar... Maar om even lekker verwend te worden, dat is gewoon echt top. En straks gaan we lekker in bad en then we call it a day. Ik ben nu mijn video aan het uploaden voor vandaag. Die duurt echt letterlijk 2 uur en 17 minuten. Gelukkig is het in Nederland 2:30, dus ja. En hij is nu pas 31% geüpload. Alles voor Sjaak Zember en ook alles voor de vlog. 24 hours later. Ik ben weer in slaap gevallen. Ik moet echt opletten om mijn vlog af te sluiten. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Morgen in de ochtend gaan we lekker ontbijten aan het water. En dat wordt echt super sick. Dus ik zit nu eigenlijk al iets te verklappen voor de volgende vlog. Maar hey, dat wordt wel sick. En we gaan nice shots maken, jongens. En lekker eten natuurlijk. Dus nog maar één ding wat ik kan zeggen. En dat is tot de volgende. En vergeet niet te liken, jongens. Doei.